Is er genoeg hout voor jullie? Ja, dat is genoeg hout. En spijkers ook? Alleen die zijn nu een beetje nat. Waarom zitten jullie hier binnen? Omdat het regent. Oh, regent het? Maar dat, echte bouwvakkers die werken toch door? Ja, maar ik weet niet wel. Hoe is het om zo'n hut te maken? Ja, het is leuk. Ja. Wat vind je er nou zo leuk aan? Je bent de hele dag zoet en de prijs die je kan winnen, dat is natuurlijk leuk. En wat kun je winnen dan? Dat weet ik niet. Met jullie hut? Bijna bij het dak. En ga je daar een speciaal dak op maken? Heb je daar al ideeën op? Nee, we gaan gewoon naar de tweede verdieping. Tweede verdieping. En op die tweede verdieping, daar mag jij aan het werk? Ja. Hoeveel spijkers denk je nou dat je gaat gebruiken? Gewonden tussen aan de aanhaling tegen. Gelukkig valt het met gigantisch mee. Een hoop splintertjes, een paar blauwe duimpjes, maar op zich valt het echt mee. Ja, en ik zag net een meisje weglopen die had een plank tegen haar hoofd gehad. Of wat was er gebeurd? Nou, ze zei dat ze een tak tegen haar hoofd had gehad, maar goed, even koelen. En meer kunnen we niet doen. Dus ze kan al gauw weer verder? Zeker weten. Ze is alweer druk bezig. Oké.